zijn onlangs begonnen met een heleboel komische filmpjes op Facebook. Daar heb ik ze ontdekt. En om mee te kunnen laten lachen, moet je sterk in je schoenen staan. En dat hebben we hun wel kunnen doen. Ik geniet van hun filmpjes, vandaar deze uitnodiging. We zijn helemaal op Saramaka. En als je naar Saramaka komt en je komt de DC van Saramaka niet groeten, ben je naar Saramaka. Hallo, boterhuis van Mang. Is dat wie? Je gaat straks zien in welke staat het was en waarin het nu verkeert. Helemaal mooi geworden. Dus als jij een huis wil huren hier op Saramaka, kan je gewoon naar het botenhuis gaan. Lekker langs de rivier. Je geniet, ik kan Tai Amaka gewoon. Helemaal op Saramaka. We hebben vandaag Ragani en Tigri op de bank. Ik weet niet waar die andere is, maar die twee hebben we vandaag als gast hier in Tapa Bankstel. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze twee gasten. Helemaal op Saramaka. En je merkt het, voor de beste mode is het nog steeds, al 8 jaren lang dresscode. Kogeloekoe. Tigri. Yes. Jij bent Tigri. Ja, ja. En jij bent Ragani. Ragani. Welkom. Dankjewel. We zijn straks terug. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Room for Less van Telesur. Met de dienst Room for Less ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Room for Less partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Room for Less van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. Waarom zijn we dan in Saramaka? Omdat wij broers, dus AJ en ik, we zijn hier opgegroeid. Dus we hebben ons hele jeugd, ik ben nog steeds jong, maar we hebben heel veel meegemaakt. Heel veel hebben we hier meegemaakt. Ben jij hier ook op Saramaka opgegroeid? Nee. Oh, jij bent nog steeds van de stad? Ja. Dus om hun ben ik hier gekozen. om mij? En om hem zelf van Saramaka gekozen. Zijn jullie vriend en vriendin? Nee. Nog niet? Nee. Oké, laten we naar ouders gaan. Wie zijn je ouders? Mijn moeder is Sandra. Mm-hmm. En mijn vader is Sammy. Sammy Omer. Gangadin. Gangadin. Ja. En jouw ouders? Mijn moeder is Padma. En mijn vader is Vijay. Vijay. Ja. Waar hebben jullie op school gezeten? Ik heb net hier op school gezeten. De Powell School. Mm-hmm. En Milo School heb ik ook hier gedaan. Mm-hmm. Ja. En de rest is in de stad. De stad. Wat is de rest? VWO. VWO. Afgemaakt? Nee, niet. Waarom heb je het niet afgemaakt? Ik had meer zin in entertainment, dus school was niet zo interessant. En jij, waar ben je op school? Het begon saai te worden. Oh, waar ben je op school gegaan? Anton Resida, leiding 11. Oh, leiding Milo, ja. De derde Milo ben ik gegaan. Buiten? Tot de welke Derde klas. Oh. Waarom heb je het niet afgemaakt? Door huiselijke problemen moest ik werken en zo. Jullie ons niet vertellen wat die huiselijke problemen waren? Ja, mijn stiefvader was overleden. Mm. Dan was ik alleen met mijn moeder. Mm. Toen moest ik werken. En hoe was die opvoeding? Hoe was die opvoeding van je ouder, van je moeder? Opvoeding van moeder? Wat voor soort opvoeding heb je gehad? En was het vrij? Was het een vrije opvoeding? Was het strak? Nee, een vrije. Je mag overal gaan. Ja, niet echt overal.
Maar niet dat, dat ze echt streng was. Ja, ja, ja. En Tigri? In het begin was het een beetje streng. Mijn ouders waren altijd zo van... Dus ze gaan je niet, tegenhouden voor iets. Maar je moet wel weten van, hey, nee, zulke dingen zijn belangrijke dingen in het leven. Je moet prioriteiten stellen. Dus ze leren je op een heel andere manier prioriteiten stellen. Mm-hmm. Dat was het een beetje. Maar niet is, dat ze echt streng zijn. Wat is het leeftijdsverschil tussen jou en AJ? We verschillen 5 jaar. Of 5 jaar. Yes. En hoe was het met AJ? Op met AJ was het altijd goed tot nu toe. Mm-hmm. Ons band is gewoon... het is te... Welke kwaadaardige dingen heb jij en AJ gedaan toen? Toen? Hore, na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani, bye. Ah, mensen, hoe even, papa? Even, wie maakt je dit? Nee, je post dan direct op mijn papa. Zit, even. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, ajaai. Hai, behoed, behoed. Hup, hup, Evert. 3 redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water in alle goed gesorteerde supermarkten verkrijgbaar. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 1 SRD 75 cent per fles. De halve liter Dasani voor 2 SRD per fles. En de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD per fles. Dasani. Lokaal geproduceerd door Fernandez Bottling Company. Levis starts the party wherever you are. Follow us on Instagram and Facebook at DrinkLavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik,
ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis en visproducten. Who Can Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hoge Straat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Who Can Catch. Verlengde Hoge Straat 48. Bel en bestel met 8294-7272 en laat de rest over aan onze delivery. Free service. En we zijn terug, we zijn terug. Voordat we naar die kwaaie dingen van jou, EJ, gaan, gaan we even naar de straatinterviews. Riffo is, was weer op straat. En ik denk dat hij het vandaag gaat hebben over die mensen met een fake account. Ik denk dat hij het daarover gaat hebben. Even kijken of ik het goed heb. Ja, WOW wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maakt kleding ook nog schoon. WOW wasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur CF International. Simpel van Waka. Ja, we zijn weer in de stad vandaag. Hier aan de Domineestraat voorop bij Dresscode. En ja, inderdaad, je hebt gelijk. We gaan praten over die hackers. We gaan die mensen vragen wat ze vinden van die hackers en wat ze ervan vinden om gehackt te worden. Blijf kijken, blijf luisteren. Wat vinden jullie ervan om gehackt te worden? Ja, dat is niet fijn. Waarom niet? Nee, het schendt je privacy. Plus, er kan geld van je gepakt worden, foto's. Ik vind het vreselijk. Waarom? Want het is niet normaal wat ze doen, vooral wanneer ze je hacken en vooral wat ze met die foto's doen. Dat vind ik vreselijk. Ja. Bijvoorbeeld als je gek wordt op Facebook, dan kunnen ze allemaal rare berichten naar je vrienden sturen bijvoorbeeld. Nee. Maar is mij nooit overkomen, gelukkig. Hacked te worden. Wat? Is mij nog nooit overkomen, omdat ik me niet echt bezighoud met social media. Maar het is een lastig ding, ja. Waarom? Ja, omdat je persoonlijke dingen hebt die je misschien deelt. Dingen die je misschien niet privé laat voor ieder, zodat ieder kan zien. En het is lastig als je dan gehackt wordt en alles van je opeens dan... Ja, gepost wordt, vooral op Facebook, daar vind je dat ding daar meestal. Dus ja, dat vind ik eigenlijk ervan. Mooi, is wel vervelend hoor.
Waarom? Je moet je voorstellen, je hebt informatie op je telefoon of op je laptop die privé is en dan zou je het zelf posten. En als iemand, als je gehackt wordt zonder je toestemming, weet je, iemand gaat je informatie zonder toestemming, komt er wel vervelend over. En komt er informatie naar buiten die jij niet zou willen delen. En wat moet gebeuren met zulke mensen? Ja, er is echt super slechte wetgeving en zo daarvoor. Ja, ik vind wel dat ze daarvoor echt een gevangenisstraf mogen krijgen. Waarom? Ze kunnen echt mensen's leven kapot maken. Ik heb dat meegemaakt bij een vriendin van mij. Wel, voor mij kunnen ze gewoon opgesloten worden. Want als je ze gewoon naar vrij laat, gaan ze gewoon naar verder. Ze krijgen hun straf niet. Dus ze moeten gewoon opgesloten worden, dan leren ze het wel af. Wordt net wel een strafbaar feit, dus hoor. En ze moeten wel, weet je, door de rechterlijke macht wel even gecheckt worden. Voor zulke mensen moet er eigenlijk een rechtszaak, vind ik eigenlijk. Want het is eigenlijk mijn privé. Ik vind dat je moet je eigenlijk met andere dingen bezighouden dan dat je iemand privé gaat hacken of zo. Maar of ja, zulke mensen helemaal afhouden van wat social media betreft. Ja. Ja, ik vind dat als dat gebeurt, moet je gewoon een boete krijgen of zo. Er moet wel een consequentie aan zitten, weet je, anders gaan mensen blijven doen. En eigenlijk is hacken, als mensen dat doen, gewoon normale mensen, is gewoon nieuwsgierigheid. Toch vind ik illegaal, man. Ik kan hacken, gooi president en is dan ook, toch? Dus bijna net zo is het, bijna de man, soorten de man dat. Ja, toch? Want de man gaat jouw broer ook, toch? Dat is toch, je bent gewoon last tussen die mensen. Mensen hebben die daarvoor gespecialiseerd zijn om gepakt te worden. Je hebt de recherche, de hackers te pakken moet je ook mensen hebben, speciale eenheid hebben. Stap maar bang stel. Mag ik het afzetten? Ja. Hey Riffo, thank you. Goed zo, je hebt het goed gedaan. Je hier is aan mijn takkie. Hi, AJ. Tigri. Je mist AJ. Ik mis AJ. Ja. Ik mis AJ in een beestje. Tigri. Uh-huh. We zijn gestopt bij kwaaie dingen. Ja. Yanga AJ. We hebben niet echt kwaaie dingen gedaan met mensen. We hebben wel veel gevochten. Hè? Ja man. Maar hij is niet kofu. Ouro Hari. Ja, man. Serieus? Ja. Ama is don't tap me, ama let me on klap me, don't tap me na kamer toe, drie kofu. Maar zijn jullie enige kinderen van je ouders? Nee, we hebben nog een zus. Oh. Die heet Rashudi. Mm-hmm. Ja, hele lieve zus. Hi. Maar waarom konden jullie vechten? Het ging meer om kleine dingen hoor. Hele simpele dingen van hey. Meestal, hé, mijn man kijkt tv. Nee, ik wil naar zoiets kijken. Is dat zo? En dan kom je ons. Maar hoe lang duurt het voordat het weer goed komt? Heel snel. Misschien 7 minuten of zo. Dat was wel snel. Vaarlijk snel. Zo, Rajani. Ragani. Weet je wat die naam betekent? Nee. Je moet het opzoeken wat heeft dan volgens mij een betekenis. Hoor. Het is zo sappig. Wel. Die naam is sappig. Ragani. Kan je ons vertellen
ga je ons vertellen. Trouwens, ik ga niet vragen, je gaat ons vertellen wanneer je voor het eerst verliefd bent geworden. Ja. Ik ben geschrokken van die vraag. Ja, omdat ik het zelf ben vergeten. Hè? Zijn er zoveel? Dus dat, ik moet even gaan tellen wie de eerste was. Maar ben je wel verliefd? Ben je al verliefd geraakt? Ja. Ja? Niet nu? Nee, dus wie was je, wie denk je, wie was je eerste? Ik ben al getrouwd geweest, dus ja, hey. Oh, je bent al getrouwd. Was het omdat je moest trouwen of was het omdat je verliefd was? Nee, omdat ik verliefd was. Oh, hoe oud was je toen je bent getrouwd? 19. 19? Ja. En waarom ben je niet meer getrouwd? Nu wil ik een vrij leven. Hè? Dus je was niet vrij? Je was niet vrij, hè? Niet dat, maar ja. Het is niet doorgegaan, dus... Hoe lang was je getrouwd? 9 jaren. 9 jaren? Ja. Wat is verkeerd gegaan? Hier is tapabank, stel je mag vrij praten. Wat is verkeerd? Het kan niet zomaar plotseling, kan je niet zeggen dat je vrij wil leven. Wat is verkeerd gegaan? Nee, omdat ik alleen wou leven. Eh? Was hij zo streng? Hij was wel een lieve man, hoor. Was hij lief? Wie wil geen lieve man hebben? Ik wil die man. Nee, het ging niet goed. Het klinkt niet meer tussen ons. Dus daardoor gekozen om uit elkaar te gaan. Zijn er kinderen? Ik? Ja. Nee, ik heb niet. Je hebt geen kinderen? Nee. Tigri? Ja. Is dat ook met jou gebeurd? Nee. Maar heb je hem niet? Wanneer heb je Tigri ontmoet? Is al 3 jaren. Want waar ik woon. We elkaar kennen. Ja. Ja. We zijn ook daar komen wonen, dus we zijn buren. En zo zijn we vrienden geworden. Aan het Tigri schuld, joh. Nee. Tigri. Wanneer, kan je eerste liefde nog heugen? Ja, ik zat in de kleuterklas. Hey. Ja, kleuterklas. Eerste liefde met eerste kusje. Hé. Hey. Ja, man. Wang hoor, Wang. Wang. Ja, Wang. Ah, kleuterklas, hoge vreugde. Maar weet je nog wie het was? Ja. Je wil die naam niet zeggen? Nee, het gaat een beetje. Zie je dat nog? Ja, ik heb er volgens mij een paar maanden terug ergens gezien. Ze is veel veranderd. Dat kan ik wel zeggen. Mm. Ze is mooier geworden. Dus je zou er nou een kus op de mond willen geven? Ja man, zeker. Maar geen huisje gespeeld met haar? Niet echt. Nino Kisakaas echt. Nooit ik heb wel gespeeld. Samen geprikt met haar, je weet toch? Prikken, knippen, plakken. Maar hoe komt het dat je haar hebt kunnen kussen op de wang? Nee, dus ik stond gewoon te wachten op de bus. Je weet toch, 12 uur. Als ik hoor hem op, je gaat weg. En ze kwam plotseling en ze gaf een kusje en ze ging weer weg. Hey, ik was echt van. Dus ze heeft je een kussen? Ja. 5 jaar? Ja, vijf jaar, ja. Klopt. Ja, dus ik stond gewoon daar en ik keek gewoon naar haar en... Eet, dan gaan we toeporten via naar mijn vrouw. Nee, bouw. Maar heb je nu een relatie? Ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het niet weten. Bro. Ja, ik zou het niet weten. Is een twijfelachtige? Ja, dus ik heb echt geen antwoord daarvoor. Maar jij was niet getrouwd, toch? Nee. Oh. Maar je hebt ook geen kinderen? Nee, maar ik ben te jong voor kinderen. Niet zus te jonger, want zij was 19, zo is getrouwd. Ik ben bang om te trouwen, toch? Dus daarom. Oké, Tigri, van welk beroep heb je gedroomd toen je jonger was? Arts. Arts? Yes. Jij? Mijn leerkracht. Leerkracht. En waarom ben je niet doorgegaan om die leerkracht te worden? Hey, deze jongen stoort altijd. Maar hij stoort altijd gezond. Ja. Wat heb je vandaag voor ons? Boy Sam, ik heb een whisky sour. Uh-huh. Sorry, een borbu sour. Ja. Dat is voor jou. Ja, je weet. Ja, standaard. Dus net meer Katori van man. Mm-hmm. Dus a sex on the beach pas bij hem. Helemaal. Helemaal. Pas bij hem. Dus alsjeblieft. Yes, thank you. Gewoon een eenvoudige swimmingpool was het. Ja. Wat is. Thank you. Ben je nog single? Ja, ik ben single. Ja, dat is dat goed voor de. Helemaal perfect. Want Jeren, dus duwe proost voor als sap. Jeren, mijn god, sap, laat me mijn sap snel drinken, want ik wacht op een cocktail. En nu heb je een cocktail, je mag het proeven. Ja, dank je. Laten we even proeven.
Ja, man. Proef lekker toch? Lekker, heerlijk. Ja, man. Deze jongen is op alle feestjes. Alle feestjes naar Bamboo Lounge. Hij heeft deze vakantie heeft hij het helemaal druk. Vol geboekt. Ja, toch? Maar ze kunnen nog boeken. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Zolang dat geld binnenkomt. Nee, maar jullie maken heel veel geld, dat weet ik. No. Ragadi, ik ben nog niet klaar met jou. Ja, ik wacht. Ja, waarom ben je geen leerkracht geworden? Ja, ik heb de kans niet meer gehad. Geen kans meer gehad. Maar wil je niet... Ik moest doorwerken en daarna ben ik getrouwd geweest. Ben ik gaan trouwen. Mm-hmm. Ja, ja, haast. Dus dat, ja. Zo'n beetje. Mm-hmm. Uh-huh. Maar werk je nu? Ik werk met hun. Oh, met hun? Ja. Oké, okay, maar hoe was het? Je hebt ze 3 jaar leren kennen, toch? Ja. Hoe is die kennismaking? Kennis, als je buur. Kennismaking was, die dag was ik vanuit Nederland. Oh? Ja, daar had ik een vriendin daar en ze zei van, er zijn 2 jongens hier komen wonen. 2 schattige jongens. Ja, want toen ik in Nederland was, had ze me al verteld van, zo. Dus. En ze zei van, ja, als je komt, ga ik kennis laten maken. En, wacht even, dus je bent eigenlijk doelbewust gekomen om kennis te maken met die 2 knappe jongens? Echt niet, ik ben al 5 jaren daar. Zij zijn pas 3 jaren daar, toch? Ja, zoiets, ja. Ik woonde al daar. Oh, jij woonde al daar, maar je bent met vakantie gegaan? Ik was met vakantie toen ik ben gekomen. Dus diezelfde avond heb ik kennis gemaakt met die 2. Dus diezelfde avond van je aankomst in Suriname? Thuis, ja. Thuis? Ja. En hoe was dat? Nou ja, leuk. Niets is gebeurd? Nee. Geen kusje op de wang? Nee, dat niet. Geen kleuterklas dingen. Oké, maar dat idee van Sasrafon, hoe is dat idee ontstaan? Ik denk dat... Hoor, na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomverles van Telezuur. Met de dienst Roomverles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw telezuurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw telezuurnummer voordeliger. Wij hebben Roomverles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomverles van Telezuur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telezuur, keeping us in touch. 3 redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water in alle goed gesorteerde supermarkten verkrijgbaar. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 1 SRD 75 cent per fles, de halve liter Dasani voor 2 SRD per fles en de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD per fles. Dasani, lokaal geproduceerd door Fernandez Bottling Company. Levis starts the party wherever you are. Follow us on Instagram and Facebook at Drink Lavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE.
personal protective equipment. Personal protective equipment. We make your personal safety our concern. Ja, ja. Wo-wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maar kleding ook nog schoon. Wo-wasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur. Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis en visproducten. Who Can Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hoge Straat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Who Can Catch. Verlengde Hoge Straat 48. Bel en bestel met 8294-727 en laat de rest over aan onze delivery service. We zijn terug. Ik weet dat jullie zitten te wachten op dat moment. Ik zou dat filmpje van die hacker, of trouwens geen hacker, die zogenaamde hacker, aan jullie wijzen waar hij zijn verontschuldiging heeft aangeboden samen met zijn moeder. Oma, waarom denkt u hier? Wel meneer, een service voor jou magnifiek, terwijl mij denkt de man ik krimeer. Daarnaast kan ik mijn windows tinten en alles kan ik hier doen voor mijn auto. Mijn soundinstallatie naar Jammy zitten. Oma, de alarminstallatie is ook hier gedaan door Audio Solutions. Hier bij RBE Ringweg Zuid, alarm van plan weer poets. Voor je auto-accessoire bent u hier terecht bij RBE Ringweg Zuid. Profis van de dealer, ik ga balik jatuh. Roy Boudou Enterprises, te Tamasari, kilometer 13, komen wij nou? J.A. Pengelstraat, nummer 218 en aan de Ringweg Zuid, nummer 402. Rai, waarom? Oké, waarom sta je hier? Ik sta hier aan het rennen van Facebook. Dat ik meneer Eurotime zomaar heb verschuldigd. En hier aan nonsens over hem verteld over Facebook. Wie nog meer? Een heleboel anderen. Wie, vertel. Zoals meneer Winston Echtel en ja. Wie nog meer? Nog een paar toch? Nee. Jolanda Wassenaar niet? Ja, Jolanda Wassenaar en een Jamirsha, hè? Wie is dat? Hoe? Jamirsha. Pinasno? Ja. Aha, waarom heb je het gedaan? Ik zou echt weten, ik weet niet waarom ik het heb gedaan, maar ik weet niet wat in me op is gekomen, maar ik wil iedereen vragen om me daarvoor te vergeven. Ik wil me verontschuldigen, voor iedereen die ik zomaar heb beschuldigd en iedereen die het ook voor me
opname en dat soort dingen wil ik zeggen van, zo wil ik me gewoon een school in gaan bieden en zeggen sorry van, voor dit alles, sorry voor dit alles. Maar hoe heb je het gedaan? Gewoon Facebook gewoon. Ho. Facebook account gemaakt. Mm-hmm. Ja, dan zo. Oh, je gaat ons straks wezen toch? Ja. Oké, okay. Mams, heeft u wat te zeggen? Ja, net. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat mijn zoon het zou doen. Ik had altijd gezegd, eerlijkheid, omdat ik weet dat hij in het ziekenhuis lag, die twee broers. Eerst hij lag in de, hij kreeg een soort aanvallen. Hij moet in het ziekenhuis liggen en daarna zijn broer had wat gedronken en daarna heb ik de IHB en de mensen hebben gebeld en die is hem hier thuis komen ophalen. Dus mensen, ik als moeder van Raef vraag ook een verontschuldiging voor me, ook voor mijn zoon. En dat het ook nooit meer zal gebeuren. Ik zal hem op de hart drukken en ik heb hem ook gezegd. Ik stond verbaasd. Ik heb meneer Ural, ik weet niet meneer, wanneer het was, ik heb hem toen gebeld en hij zegt tegen me, je moet niet voor je zoon werken. Ik zei nog tegen meneer Ural. Want toen hij zei tegen mij, zeg, hij gaat het verder onderzoeken. Ik heb hem gezegd, ja, hij mag het doen. En nu kom ik hier thuis aan. Ik moest ook op het werk zijn. En ik kom hier tot een verrassing. En mijn zoon die zegt dat hij het is. Maar ja, mensen, nogmaals, sorry daarvoor. Je weet als moeder. Maar ja, daar heb ik ook een les bij geleerd. Dank u wel, meneer Ural. Voor de vrijmoedigheid wat u heeft genomen. En die zaak is opgelost. Hij heeft beloofd dat hij het niet meer zal doen. Is dat weet je toch? Ik zag het als reclame voor mij. Maar die jongen was zeer gevaarlijk bezig. Is dat weet je toch? Ik hoor nog steeds van vrouwen. Dus helaas. We gaan door. Ik zie iemand. Hij is hier in de buurt. Je mag met je stoel komen. Kom. Ja, EJ. Ja, je kan komen. Gewoon komen zitten. Kom erbij zitten. Gewoon luid praten. Je bent laat. Je mag gewoon bijzitten. Camera, heb je hem ook? Gewoon luid praten in die microfoon. Oh, ja. Dan ben ik een beetje zo zitten. Ja, dan. Juist. Ja. En u trouwens, u doet op tv, maar dus jullie weten hoe het toe gaat. Heb je hem? Geluid, praat even. Hallo. Ja. Ja, oké. Okay. Hoe is het idee van Sasrafon ontstaan? Kijk, ze heeft al verteld dat we buren waren. Of we zijn buren. Dus we hebben vaak gesproken van, we zijn mensen met altijd proberen iets aparts te doen. Of te denken aan de dingen van, wat kunnen we doen dat mensen gaat aantrekken en dat soort zaken. Dus we hebben toen altijd aan gedacht van, laten we een paar comedy video's maken. Dat is gebeurd omdat we, als we bij elkaar zijn, als met die vriendengroep, is het altijd een komische sfeer, begrijp je? Wij lachen er zelfs om. We lachen er heel veel om. Dus we dachten van, waarom kunnen mensen niet laten lachen? Dus ja, we toen gedacht van, we gaan starten met korte comedy video's. We hebben een naam bedacht, we zijn van Sasra, dus het wordt Sasra van. Zo is dat ding begonnen. Dus, maar je hebt nog niet gezegd wat Sasra eigenlijk betekent. Sasra is een combinatie naam van het gezin. Van hem, van mij, vader, mijn moeder en mijn zus. Oh. Die S en die A komen van mijn ouders. Ja. Die A en die S van A hem. A en die S is van mij, ja. Mijn echte naam. Die R en die A is van hem, van mijn zus. Oh, yes. Oké. Okay. Want ik heb jullie ontdekt op Facebook. Ja. En ik share niet makkelijk dingen. Ik zie een heleboel mensen die proberen komisch te doen. Ja. Maar jullie hebben mijn aandacht echt op kunnen pakken. Is dat weet toch? Hoe groot is die groep van jullie? Is dit die groep? Er zijn nog meer, maar die zijn nog niet officieel gelanceerd. Wij zijn de drie officiële members van die groep. Sasra Fonne. De anderen zijn nog niet officieel gelanceerd. Dat gebeurt heel binnenkort. Mm-hmm. En hoe kiezen jullie je onderwerpen? Nou, dat hangt vanaf. Het verschilt. Soms zijn het ideetjes van onszelf. Soms is het misschien iets dat we hebben meegemaakt. Maar dan werken we ook een beetje eraan. Mm-hmm. Iets veranderen. En soms horen we ook dingen van mensen. Mensen die weten van, ze maken comedy video's. Oh, ja. A boy die scherf, boy. A boy die zie. Blue Margarita. Ja, man. Ja, man.
Ja. Ah, dus mensen die weten van, hey, ze maken comedy video's. Soms geven die mensen ook een paar ideetjes. Van, misschien kunnen jullie dit doen, misschien kunnen jullie dat doen. Maar daar werken we ook eraan. We zijn dus de afgelopen zes jaar van ons leven te veel naar feestjes gegaan. Mm-hmm. Want ik heb er in een band zat, feest. Daarna hebben we een foto video gedaan, feest. Dus in elke feest is dat een afterparty, zat in. Dan gaan die mensen zeggen, en dan heb je meestal daar een kick. Dan geven ze stories en dit en dat. Dan hoor je die dingen ook van, hé, hey, wacht even, we kunnen dit gebruiken. Je zou weten. En mevrouw, ik ga je eerlijk zeggen, voor hun die staans meisje. Je bent volbloed? Ja. Volbloed. Voor hun die staans meisje, mijn complimenten. Je weet te acteren. Dankjewel. Jullie, maar oefenen jullie? Doen jullie het? Oefenen jullie eerst? Nee. Gewoon. Weet je hoe Sasra van praat? Vandaar dat we zelf ook vinden van de kwaliteit een beetje, het is niet zo best. Omdat we, als we met tijd... We hebben ook weinig tijd, vandaar. Dus, een middagje, hey, laten we Sasra van snel maken. Want we hebben een schrift waarin we alles opschrijven. Dus als er ideeën komen, wordt dat genoteerd. Dus als we een middag zeggen van, hey, laten we eentje gaan maken. We pakken die camera, letterlijk alleen die camera. We gaan in de buurt bij ons op straat of anything. Hai, wat zeg jij? Oké, okay, dan zeg je zoiets. Oké, okay, dan zeg ik zoiets. Oké, okay, pap, record. Misschien in 2D shots, als goed. Of daar heb je ook van record, we zullen wel zien. En dat tijdens het recorden, nou, was een echo. Maar weet je wat zo mooi is van jullie, bij jullie? Die ontknoping. Is dat weet toch? Jullie inleiding en daarna kreeg je op het laatst. Je moet blijven kijken om te kijken wat er gaat gebeuren. Die ontknoping vind ik zo tof van jullie. Is dat wie? Is er een markt voor jullie? Je bedoelt een nu alle markt of een markt waar we uitkijken? Ja. Waar we uitkijken? Ja. Sowieso willen we Suriname, Badjakken met Sasrafon en daarna gaan we sowieso naar. De focus is een beetje naar Nederland te gaan en kijken wat we kunnen doen. We willen internationaal. En we willen het niet alleen houden op Sasrafon. Wat nog meer? Doen. We zijn al begonnen. Het is in heel weinig tijd. We hebben laatste vaderdagfilm uitgebracht van een uur. We hebben ook een moederdagfilm uitgebracht. Ja, maar onze vaderdagfilm hebben we in 2 weken en ook niet elke dag hoor. In 4 dagen geshoot. Ja, 4 dagen. Een film van een uur. Voor 2 weken en heeft het in 2 dagen geëdit. Dus het zijn dingen die heel snel zijn gegaan, maar we hebben heel wat complimenten binnen gehad. Dus wij kijken natuurlijk nu uit. Sponsor is een beetje moeilijk in Suriname. Als we grote sponsors achter ons krijgen, hebben we heel grote projecten. We gaan heel binnenkort starten met een professionele horrorfilm. Wat? Van 2 uur. Serieus? Maar dat gaat heel professioneel zijn. Jij gaat ook in die film spelen. Hij gaat die horror zijn. Ja. Oh, jij gaat die horror zijn. Hij gaat die ghost. Financiële dingen. Hoe doen jullie met omdat kritiek? Omdat ze veel trekken van die ghost. ja. Hoe doen jullie met kritiek? Simpel, sorry, kan ik mijn telefoon even wegzetten? Ja, je mag het even wegzetten. Ja man, Curaçao. Hij was naar Curaçao. Hij was naar Curaçao, voor vangles. Dus daar woont Jamaican hier en naar Curaçao. Hai, kritiek. Hoe gaan jullie om met kritiek? Heel simpel. Net jou. Ja, is het makkelijk. Kritiek is iets dat, het zijn kijkers die aangeven, dus ze hebben een ander invalshoek. Meestal. En dan, wat fout is, of wat hun kritiek is, Is dat een correctiepunt voor ons? Hey, dan moeten we misschien uitkijken om dat te corrigeren. Er zijn verschillende typen. Je hebt anderen die zeggen van, hey, die maken alleen rommel en dit soort zaken. Oké, okay, neppe dingen. Eens had iemand zo'n comment geplaatst. We hebben dan een leuke dingen van, oké, okay, we proberen dan de volgende keer zo origineel als mogelijk te zijn. Maar bij ons gaat het erom dat we dan een lachertje willen creëren in een dag voor iemand. Dus dat is alleen onze moeite. Maar met alles moet je kunnen werken. Je hebt goede complimenten. Ja. Nee, maar iemand heeft ook op Facebook gevraagd. Wie doet die vrouw? Wie speelt? Oh, jij bent die vrouw. Yes. Meestal. En iemand heeft gevraagd als je dingen wil nadoen van die Diafane, Sambeltrassi. Welke groep is dat? Is Diafane. Er is een Javaanse heer die als een dame doet. Die ken ik niet. Oh, je kent het niet. Nee. Dan zie je dat doe je je eigen ding. Ja, dus ik weet niet hoor. Maar wie zijn jullie idolen? Als het gaat om acteren, hebben we niet echt... acteren niet echt idolen. Samen met de muziek hebben gedaan. We zijn nog eigenlijk, we hebben ook gerappt en dat soort zaken. Oh, we zijn ook, ja, rappers. In deel 9 van Saran Taki, aha, heeft hij de intro gedaan. We zijn ook daarin, samen met Adika en dat soort zaken. Daarmee zijn we begonnen met muziek. We zijn eigenlijk met muziek gestart. Aha. Maar dus jullie kijken naar niemand op hier in Suriname, acteurs? Suriname? Oké, ik heb wel een paar goede acteurs misschien. Ik zie wel goede acteurs, ja. De heer Borger.
Heren Borgen. Borgen Breveld, ja. Ja. Hij, ik vind hem wel een hele goede acteur. Aha. Nathalie, dat jij hebt geen... Nee. Huh? Zeven, ik heb een promo van je gezien, een teaser, ja. Een film. Ik moet nog naar die film kijken. Je gaat genieten. Ja, ik moet even naar kijken. Ik heb wel een leuke shot gezien. Waarbij een auto zo komt. Ja. Dat zijn leuke dingen. Wat zouden jullie individueel nog willen bereiken? Zo. Mijn vraag is het ongelimiteerd. Ja, voor ons is het ongelimiteerd. Ik focus hierop. Als ik hier ben, focus ik daarop. Steeds hoger proberen te gaan. Niet van, we hebben al iets bereikt en dan is het nu al genoeg. Aha. Het is nooit genoeg voor ons. Ja. We hebben nu, als we ergens zijn, hebben we meestal fans die vragen, mag ik een foto met je, overal waar we gaan. Aha. Maar dat is, nu voor mij, is dat een beetje. En ik wil veel meer hebben. Ja, ja. Je wil eigenlijk aangevallen worden wanneer je ergens komt. Begrepen. Ik moet niet kunnen lopen. Ja. Als je groot droomt, heb je grote dingen. Als je hier gaat dromen, bereik je dit misschien niet, maar de helft tijd daarvan kan je bereiken. En mevrouw... Ragani. Ik wil echt op zoeken wat die naam betekent. Yes, het betekent melodie. Melodie. Ah. Maar hoe weet je? Is op zoeken volgens mij. Ik heb staan en ik versta sowieso een beetje Hindi. Oh. En Sarnami sowieso. En Ragani komt voor in een aantal liedjes. En ik vond het, er is een stuk dat ik heel mooi vond van een lied. Dus ik was dat ik ga opzoeken een paar jaar terug. Maar wat? Ik haar kende. Voordat je er kende. Ik boem. Kleurtje. Ik boem. Maar heb jij een vriendin? Nee. Mijn man, begrijp, hoe oud ben jij nu? Ik ben 25. 25? Ja. En je hebt nooit een vriendin gehad? Natuurlijk heb ik. Oh, je hebt gehad? Ik ben een jongen. Oh, maar, waarom heb je dit meer? Als ik een vriendin heb, dan ga ik het jammer vinden, want dan kan ik geen sasrapon meer doen. Oh, ze gaat jaloers zijn. Nee, no, behalve dat. Je gaat die tijd niet krijgen, ik kan niet combineren. Mijn leven is te druk. Vrouwen zijn spijt. Ik moet tijd hebben. En ik ga dat niet kunnen geven, dus beter hem nog een nepo aan mij. Hé, dat is bang, komt. Ja. Ik doe mijn ding, ik heb een andere focus. Ik ga zoeken naar Dorothy, want je kan de hele dag met haar zijn. De hele dag, Melody. Melody is de hele dag bij jou. Heer die demo, Arkipoku. Ragani, wat wil jij nog bereiken? Heel veel hoor, net hun. Ik wil samen gaan met ze, samen groeien. Mm-hmm. Ja. Dus je wil ze niet loslaten? Wat ik kreeg. Krijgen jullie wel ruzie, jullie drie? Zang? Yes. Ja man, toppers. Nee, geen ruzie. Geen ruzie, nou? Meningsverschillen? Ja, dat wel. Dat ga je overal hebben. Dat gebeurt hier, ruzie niet. Hier. En hier gebeurt het in op een hoger level. Oh. Vooral als we bezig zijn met de productie, als we met de film bezig moeten zijn. En dan ga hij en ik Misa tekeer op de set. Maar dat is nog maar voor 5 minuten. Niet echt tekeer. Niet tekeer, maar hij onderling. Dan gaan we echt discussiëren. Maar dat, ik noem het geen discussiëren. Nee. Eigenlijk noem ik het eigenlijk een scène. Aha. Op een wreede manier. Ja, ja. En wat daaruit komt een beetje mooie productie. We doen dat grof man toch. Dus van, Welke boodschap hebben jullie voor Suriname? Ik zou Surinamers willen vragen om Surinaams talent. Surinaamse artiesten. Maar eigenlijk maakt het niet uit wat voor talent het is. Zolang jonge mensen bezig zijn met iets. Ik probeer met alles te werken. Of Sasra probeert daarmee te werken. Hè. En ik wil Surinamers vragen. Met een actie à la de Saranamang. Poweren jullie Surinamers? Tak moro traga jide. Mek de jere. Met een taka à la Saranamang. Tak op power. Sranang artiest, iedereen die talent heeft. Uno me kwam door Rossi, maar pota manja en Asrana pota manja. Amen. Want wat het is, de meeste Surinaams, goede producties van Suriname gaan naar het buitenland. Er zit goed talent in Suriname. Je hebt heel veel buitenlanders, bekende buitenlanders, die zoveel doen in het buitenland, maar ze zijn van Suriname. Waarom kunnen ze dan niet hier blijven om iets te bereiken? Juist. Volk moest ondersteunen, maar moro boom. Als ik een simpel voorbeeld mag halen. Amasa schreef Winawang. Ja. Waar is die man? Ik vind het jammer, ik heb naar video's gekeken. Ik vind het jammer dat die man zo... Hij moet een beetje meer naar boven gaan. Dat liedje wordt overal afgeleid. Want zolang iedereen op ook, je krijgt kippenvel. Kippenvel, ja. Het is een heel mooi lied. Ik vind dat lied heel mooi. Ik luister elke avond ernaar. Somilo wat ook. Het is een heel leuk liedje. Ragani? Ja? Ja? Heb je een boodschap voor die Surinaamse vrouwen? Vrouwen,
Net als mijn leven. Vrij leven. Vrij leven. Vrije vogel. Vrije vogel. Ja. Vrij vliegen. Vrij landen. Waar je wil. Overal. Pardon. Ja. Dus landen is het belangrijkste. Ja, vliegen en landen waar je wil is het belangrijkste. Ja. Voor vrouwen. Ja. We gaan het afsluiten. Veruska staat klaar. Veruska heeft een mooie broek aan. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Dus ik heb een heleboel presentjes, dus ik praat en boem. Oké. Eén van jullie gaat verrast worden door Telesuur. Ze gaan 50 SRD op waarderen op je telefoon, digitaal. Dus zullen jullie haar telefoon nog eens op, pling. Oké. 50 SRD. Zeg ze van mij hoor. Voor jou, nou? Ja, want jij bent vrij. Jij kreeg van Tapamantstan, kreeg je zo'n mooi truitje. Oh, dankjewel. En in jullie eerstvolgende opname wil ik die truitjes zien. Jij kreeg toen zo'n truitje. Thank you. Jij kreeg van... zeg me niet dat ik die kerstje moet wassen. Hoe weet je dat ik dat zou zeggen? Jij kreeg van... En niet in de wasautomaat, dat plangen hè. Ja. Zeg het nog een keer. Wow. Kijk, Mr. Wood. Je kreeg van... CF International. Kreeg je zo'n... Juist. Lees wat erop staat. Nieuw, draaien we deze man om deze machine. Nou, als je zo'n piste naar nanga heavy duty. Wow, heavy duty laundry, detergent, ik ben niet zo goed tegen. Asansas kritisch. Hoe baie dat olie is in de rug? Kijk nou. Wano Engels, man. Wano. Jee, kijk nou, tamakba was dit trui. Dat mi giamma was sweet girl. Juist. Oké. Juist, was voor zachter. Ja, man. En dit, DC. Ultra wow, hier, hè. Hier in de was across in DC, in een pot parfum moro. Oh, mina pot parfum? No. Direct okay. Ragen je plak. Ja. Hollande direct. Ragen je plak. Jij kreeg van Michitak, je namo domicie. Dus jij kreeg van, ik ga je een ding geven, voordat je weer. Een massage. Wauw. Ja. Je mag voor een massage naar Lotus Healing Center en dan gaan ze je lekkere massage geven. Met dit moeten gaan, hè? Ja, hiermee moet je gaan. Je moet niemand anders sturen, hè? Nee, helemaal niet hoe lang ik wacht op een massage. Nee. Goed zo. Thanks. Jij krijgt de heerlijke CRSR. Oh, thank you. En dan mag je iemand zoeken hier op Saramaka om romantisch te gaan drinken hier op het plein. Net hier. En die vrienden van hem dan? Kleuterklas. Wij kunnen ook. Kleuterklas. Kan die dame opbellen? Ja. Kleuterklas. Hoe heet ze weer? Nee. Kijk hem. Hier nou. Hi. En als je heerlijke worst wil eten naar Jamgo, Refosukia. Hey. Okay. Ja, je krijgt een waardebon van 25 SRD. En ja, Bibi, 25 SRD moet je met een pot gaan, hè? Ja, met een pot. Ik kan verwachten dat ik weer veel kom horen beginnen. Is er niks meer? Nee, wat is dit? Meer. Er is niets meer. Ik wil meer. Je wil meer. Je krijgt een zak. Ja, dankjewel. Ja. We gaan doorsturen. Thank you. Voor de dag. Hoe catch? Kregen jullie een heerlijke... Wat voor vis is dit? Doorsturen. Heerlijke tambiki. Thank you. Met masusa rice en banana... Hoe heet dat? Banana salade. Salade. Ja, banana salade. Oh. Ja, die kok van Hoek en Ketch is er vandaag niet. Dus vandaag is het alleen Ketch. Oké. Hoek is in de stad. Oké. Okay. Even druk. Mijn vriend even druk. Ik mis hem hoor. Maar we gaan het afsluiten. Jullie mogen alvast lekker happen en dan ga ik daar afsluiten. Ja? Oké. Okay. Ja, dankjewel. Als jullie ready zijn, ben ik ready. Hey, ik ben nog niet klaar. Jullie kregen van Levish, dat is een nieuwe cocktail. Toch? Kregen zo'n heerlijke vodka cocktail. Levish. Dit is voor jou, dit is die grape smaak. Oh, dankjewel. Jij kreeg die cranberry. Thank you. Ja. Alles is rood. Ja, alles, pas bij jou. En het is die classic. Ja, alsjeblieft. Many thanks. Ja. Yes. Dan gaan we afsluiten terwijl jullie happen. Dan ga ik afsluiten in die camera. Revo, mag ik? Dat was het voor deze keer. Jullie hebben ze allemaal gezien. AJ, Tigri,
en Ragani. En AJ weet wel wat Ragani betekent. Dus er schuilt er wat achter. Schrik niet. Schrik niet. Maar. Ze zijn Surinaams talent. En je weet, we waarderen Surinaams talent. Vandaar het besluit om ze op onze banken te plaatsen. Ze verdienen het. Ik lach, ik geniet en een heleboel mensen zie ik het sharen wanneer ze iets posten op Facebook. Ze zijn dingen bezig toch? Goed bezig. Dus dat empower de man. Ja? Hè? Blijven kijken. We gaan het in de middelste camera afsluiten. Zijn jullie ready? Ja. Wat Oeruna zie je, man? Dus ik wil het horen, Ragani, en ik wil je het luidst horen. Maar ik kan niet zingen. Maakt niet uit. Meezingen? Ga je leren zingen. Oké, ik kan wel meezingen. Ja, oké, zing mee. Oké. Kijk naar AJ, daar zing je mee. Okay. Melody. Melody. En een foto. Mag ik? 3, 2, 1. Tatararatan, tan tan, tan 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 tan. Audio preview. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomverles van Telesur. Met de dienst Room for Less ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw telesuurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw telesuurnummer voordeliger. Wij hebben Room for Less partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Room for Less van Telesuur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesuur, keeping us in touch.